Boom! Haha, Warzone 2.0 is uit. En jongens, dan weet je het wel. Ik uh, zit ik met mijn ontstoken oog Zit ik hier naast Daan en Jasper? En die allebei dit hele weekend hebben doorgehaald. En. en niet meer kunnen stoppen met het spelen van Warzone. Winnetjes worden gepakt. Tjomme. Teams worden samengesteld. Wordt er gewoon in mijn ogen gekumpt. zo goed dat wordt in dat je het ogen, ja, ja inderdaad. Ja. Het vliegt in de ronde. Gecumpt in hey, de ja, 2.0. Geen 1.3, geen 1.6. Het, het is klaar met die shit. 2.0. Hey, eventjes voor dat beginnen wat voor soort review gaan we doen hier? We Zit gaan dit een premium uh, extra lang? Dit gaat een hele lange. Gaan gaan een lange. Lange. Dit gaat een hele lange. Dit gaat gewoon, we gaan hem helemaal uitrollen. We gaan Deze. Hem helemaal uitrollen. We spuiten hem helemaal onder. Goed, Boorzone 2.0. Ik, um, um, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om dit te introduceren. Want ik wil gelijk tot de point komen. Misschien kunnen ja, maar, jullie even. Maar vertellen maar okay, als ik het toch uh, kan introduceren. Ja. We, we, we hebben een tumultueus aantal jaren inmiddels achter de rug. Zeker weten. Uh, waarin de beste tijd ooit was om Boorzone. 1.0 te releasen, dus was 2020 was dat denk ik. Ja, 2020 ja, weet je iedereen, iedereen moest net thuis blijven met zijn reet. Ja, en ontdekte dat uh, je sociale leven nog wel een boost kon gebruiken in de vorm van warzone. Want heel de wereld en zijn moeder speelde warzone op dat moment um, toen het net uitkwam. Wat vond jij er toen van? Was dat meteen geniaal? Ja, ik was uh, vanaf het begin dat ik het ging spelen en ik denk dat het toen, ja, ik weet het zal wel redelijk snel dat het uitgekomen was hmm. dat ik het ben gaan spelen. Uh, vond ik het fantastisch. Heel veel teamverband gespeeld. En op ja. een gegeven moment merkte ik dat ik ja, single player wat meer wilde spelen. En toen ben ik of die solo uh, uh, shit gaan spelen. En dat vond ik tof, want dan kan ik podcastjes luisteren. Oh, en, ja, weet je, het werd, het werd, het werd steeds beter. Ja, we zitten hier nu al te kijken naar beelden van uh, Warzone 2. Ja. Uh, de C4 uh, is terug. Hoe, hoe heet dat ding? Die uh, C104. Dat vliegtuig. het grote vliegtuig. Dat grote vliegtuig, terug. Ja. Dat grote vliegtuig ja. is terug. En um, ja, nu vliegen we hier boven de um, Midden-Oostenstad. Uh, hoe heet die shit? Al-Azra? Ja, Al-Azra. Al... Al Al-Azra. Al-Azra. Al Said City, haar Point. Maar oké, okay, voordat we eigenlijk dan dus naar Warzone 2.0 gaan... Uh, we zijn we, we van... zijn toch nu? De, de regering ja, heeft okay. toch besloten dat we nu... Nee, maar uh, laten we het ondertussen toch mm. nog even hebben over, over okay. Warzone 1. Uh, ja. Ik bedoel... Uh, daar is, wat mij betreft, is er in de loop der tijd is het steeds meer een speeltuin geworden. Is het steeds meer kleurtjes, uh, Fortnite-dingetjes geworden. Yeah. Ja. Um, waardoor ik. Dat oh, was niet oh, zo in 2020 al. Toen viel nee, nog wel mee. De game begon serieus. Ja. Het was echt uh, tactisch samenspelen en rachen. En uh, niemand die in het roze rondliep of een, met gouden uh, buggies over de map reed. Ja. Dat werd een stuk minder. Of dat, dat werd een stuk meer. Waardoor het voor mij de game een stuk minder werd. Ja. En is ja, mij ook een beetje in de vergetelheid geraakt. Um, Want je bent gestopt te spelen omdat de gouden buggies waren en roze. Nee, roze op een gegeven moment een ja, nou, misschien een combinatie van het was gewoon op een gegeven moment. Uh, van, uh, oh, heb je weer, weer zo'n nerd? Nou ja, nerd heb je weer zo'n kutkind in de Het roze was niet kind. die nieuwe map die op een gegeven moment op dat, dat eiland uitkwam. Dat was ja. voor mij namelijk dodelijk toen dat ja? uitkwam. Ja, dat ja, vond see. ik zo schaam. Daar ben ik ook, ook afgehoord. Ja. Ja. ja, het was echt. Terwijl dat ja. tropische leek heel tof, ja. maar die map klopte niet. Nee, ik denk ook dat dat verdans ik zeg maar dat wat jij zegt van ik snappelde zijn meer op de duur, gouden buggies en skins mm -hmm. en dat soort dingen, maar wel vanaf het begin van de game ik speelde daarvoor Tarkov en PUBG en dat soort spellen en ja. ik denk dat de eerste Warzone had de juiste balans tussen fun en samenspel en een soort van tactiek. Een soort ja, ja, battlefield was het. Ja, dat, echt een ja, battlefield vaak. Ja. Ja. Ja, dus dat uh, dat gezegd hebben inderdaad denk ik dat de nieuwe map. Was die was die map toen ook op zijn best? Want er zijn een aantal uh, locaties binnen Verdansk op een gegeven moment open gegaan. En je kreeg die die en de weet ik veel wat. Verdansk werd steeds beter. Ja, in, ja omdat ja. verdansk op een gegeven moment werd die map gewoon compleet. Ja. We, we hebben het hier wel eens over gehad over nou, Wat wat verdansk zo goed maakte is als je van de ene uh, area naar de andere ging, dan dat ging heel snel naadloos in elkaar over. Ja. Dus je was dan bijvoorbeeld bij, weet ik veel, bij um, uh, 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 ja, Torch, Town of iets dergelijks. Ja, ja, ja. En dan, dan liep je naar buiten en dan was je al gelijk bij het station of zo, ja, of bij, ja, ja. bij de airport of zoiets. En um, dat was in de Pacific Map, was dat niet zo. Daar had je gewoon heel veel jungle waar je doorheen moest ploeteren. Ja. Uh, en dat kon nog, en dat vind ik hier nu in deze map. Um, Om dan toch even de overschakeling ja, te Ja, als we toch beelden daarvan gaan ja, nee, nee, kijken, inderdaad. Dat probleem is hier uh, des te groter. Dus deze map bestaat uit allemaal kleine gedeeltes. Ja. Uh, nou, nu gaan we dan naar, uh, naar zo'n zo stukje toe. En dan zie je al, als je eromheen kijkt, als je uit dit kleine stukje stad zou rennen, mm -hmm. dan ben je een heel stuk aan het ploeteren door, uh, door woestijn. Waar je ja. eigenlijk ook geen beschutting hebt en niks niet. Ja. En dan, um, ja, dat, 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 dat maakt het. Um, dat die map niet voelt als één geheel, maar die map voelt als een verzameling van kleinere maps. Ja. En wat, dat... wat ook in zekere zin wel is, hè? want er mm. zitten gewoon letterlijke maps uit, uh, nieuwe, uh, nieuwe monomorfen zitten erin. Ja, stukjes maps zitten er, erin. Ja. ik moet wel heel eerlijk zeggen, um, wat jij nu zegt, van oké, okay, er zijn heel veel stukken waar heel veel gebied tussen zit. Mm. Het is eigenlijk net als bij Verdansk, alles in het centrum van de map heb je wel heel duidelijk dat het heel dicht bij elkaar ligt. Alles daarbuiten heb je eigenlijk een, een beetje een ring voordat je aan de buitenste dingen komt. Dus voordat je bij lumber kwam en bij hoe heet de. de, de ja, die, 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 die boerderij. Die boerderij ja. en ja. zo. Uh -huh. Daar was het duidelijk meer open. En aan de, aan de buitenkant waar je dat, dat ja, klopt. vliegtuigen. Er zat zo'n cirkel met bergen, wat wat bomen tussen. En dan kwam Precies. je bij die. Precies. Ja, dus, ja. dus, dus, dus je had het centrum waar heel veel gebeurde. Dan had je een cirkel waar. Een soort van. Uh, Oké, okay, ga hier niet lopen, want je wordt in je bek geschoten door de, de eerste, beste sniper. En dan kwam, kwam je een paar dingen tegen. En dat is hier eigenlijk ook in zekere zin. Uh -huh. Want mij viel juist op. Ik ben. Heel veel in het centrum geland, dat daar de overgang tussen uh, de soort van de minimapjes, de, de, de stukjes waar je waar echt wel gevochten wordt, dat daar juist altijd wel een gebouwtje, klein bruggetje, klein ditje, klein datje. Hier is het al veel opener, hoe, hoe dichter je bij het centrum komt, hoe meer je weer uh, die beschutting hebt. Die je uh, nou, van even dan uh, Ja, ik weet, ik weet niet of ik het helemaal met je eens ben, maar ik, ik denk wel dat um, het soort. Um, hoe zal ik het zeggen? Het soort... Uh, zo, dat is een gewaagde actie om naar beneden te springen... en die guy neer te knallen. Um, het soort actie wat je hebt... is steeds hetzelfde. Omdat die, die settings zijn hetzelfde. Mm. Het zijn namelijk steeds diezelfde gebouwen. Ja, ja. Ja, 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 ja. En het is echt niet slecht... in de zin van dat het, dat het gewoon... ja dat het lelijk is... of dat het, dat het niet werkt als tactische... Ja. Uh, het, weet je, het werkt allemaal wel. Het enige is dat ik... Ja, en... en Misschien is dat ook het. Oh Jezus, hij pakt gewoon die spotterscoop niet. Dat ding is zo fucking handig. En um, nee, het enige wat ik gewoon heel erg hiermee heb is dat het. Um, ja, hoe zal ik het zeggen? Je. Mis je de vibe van Verdansk? Ja, dat sowieso. Maar dat, maar ik wil eigenlijk daar niet te veel over zeggen, omdat ik dat niet eerlijk vind. Want maar... ik heb dit net, Een vol weekend is dit uit, weet ja. je, een paar dagen, en dan natuurlijk voel ik me niet thuis nee, in maar... deze Nee, nee ja. het is wat eentoniger. Da het is, maar het is allemaal fucking eentonig. Ja. En dat, dat had ik zelfs bij Pacific minder. Dat was minder eentonig. Ja. En dit is echt. Ik bedoel, bij Pacific had je sommige stukken die ik echt haatte en sommige stukken die heel tof waren. Mm -hmm. En hier heb ik ik haat niks, maar ik vind ook niks ja, tof. Precies. Weet je, het is ook qua toon, zeg maar, hebben ze de game, denk ik, wat serieuzer gemaakt. Ik denk dat Call of doet. Hij heeft altijd dat schippert een beetje tussen over grapjes, zombies mm -hmm. en uh, ja, ja, allemaal bullshit. Ja. En, en nu is het weer Al Qatala. Dat is een soort Al Qaeda of zo. En uh, het is allemaal weer Irak. En uh, een beetje die vibe krijg ik ervan. Ja, dus ja. het is al klaar die, met die, die shit. Die... Maar, Kijk, weet het weet die... je het is? Ze hebben natuurlijk kapot bedoel... gebombardeerde Arabieren daar de hele ja, tijd. Weet het, je? Het, het is een beetje minder gezellig. Ik vond, klinkt een beetje dom, maar ja. Irak was gezelliger op CNN. Ja, ja, het is wel <laughs> heel grimy oh. en dat soort. Eh, ja, weet je, dat dat hele dat hele speelse element mis ik nog een beetje. Misschien komt dat er. Maar het is toch grappig. Dat, je daar, dat we daarover aan het klagen, want ik heb het nee, zo. De... Nee, ik heb, ik heb, voor mij is het juist van: oké, okay, dit was weer een schone lei. Uh, we, we kunnen weer even serieus zijn. Ik vind het raar weet dat, dat ze dat de dezelfde deuren hebben genomen. Ze hebben de deuren behouden. Heb je dat gezien? <laughs> ja, zeker. Dus dat ja, van, in we van, zijn echt, het Midden-Oosten, maar we hebben wel die deuren Misschien ja, hebben en ze en daar dezelfde furniture store. De, ja. de, gemiddelde, de gemiddelde huisinrichting is wel echt een stuk complexer geworden. Want je hebt nu denk ik per huisje wel, wel twintig deuren die je in kan trappen. Dat, ja. dat, dat, dat was, uh, het, je hebt wat meer een soort van uh, mini mazes waar je mee te maken. Mini uh, waar je maar mee te maken hebt. Ja, even een bruggetje van doolhoven. Dat zie je dus ook wel terug in de UI. Ik vind dat ze daar ook een beetje een maze van hebben gemaakt. Want ze kijken naar games als Tarkov en andere van een beetje. Ja. Ja, wat realistische milsim, weet je, militaire simulatiegames. Dan hebben ze bij Call of Duty. Volgens mij gaat het dan jeuken. Dat ze denken, wij moeten ook iets complexere UI. Ja. Je moet met dingen oppakken. Ja, dat, maar Flikker dat nou, op de grond en laten we hem oppakken. Kijk ja, naar nou hoe open dit is. Ja. Kijk naar nou, als, je, als je een team in dat gebouw hebt zitten, dan ben je toch weg. Bang, maar bang, je, bang. Ja, ja, maar serieus. En, en dat is, uh, als, ik speel dus veel solos. En dan heb je dus het probleem dat je op een gegeven moment, oké, okay, dan heb je gebouw gekleerd, je ja. doet voorzichtig aan. En dan moet je dus als een debiel sprinten over die grote open ja. wegen, uh, waar je echt gewoon, nou, ik heb zo vaak gehad dat ik gewoon in mijn rug werd neergemaaid. Omdat er ergens iemand op een dak stond wat je dan niet ziet. En mm -hmm. wat, uh, wat vinden jullie van de time to kill in deze game? It, hoe lang het duurt voor de. Iets langer. Ja, nou ik, ik vond het veel korter. Bij Warzone had ik het idee dat ja. je bij 1.0. had ik het idee dat je soms echt. kwartieren op elkaar instond te butsen voordat iemand dood ging. Maar bij deze game is het gewoon: wie het eerst elkaar ziet, die wint de firefight. Zo voelt het voor mij. Maar ik da, maar, op... da, dat is zeker waar. Maar ik, ik had wel. Um, uh, omdat je elkaar. Laat ik het zo zeggen, als je elkaar op een afstand ziet, valt het wel mee. Mm -hmm. Maar je ziet elkaar vaak in die gebouwtjes, ja. en dan is het logisch dat je, als jij als eerste iemand ziet, dan ben je al begonnen met schieten. Mm -hmm. Nou, sorry, maar die die, 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 die helft is al weg, die arm oh, is al weg sorry. tegen de tijd dat iemand zich omdraait en weet waar die op moet terugschieten. Ja, dus dat. Uh... Ik vond het erg snel gaan. Ik heb veel, uh, ja, ik vond daardoor ook de gulag vond ik daardoor ook weer veel pittiger. Weet je, het is natuurlijk nu ook twee tegen twee in plaats van één tegen ik één. Ik vind de gulag eindelijk weer goed, man. Ja, okay. ja. ja ik behalve vond, ja. de de woorden die komt. Dat, ja, die ja. Dus wat je nu hebt in de gulak is dat je... Uh, je speelt dus twee tegen twee. Uh, ik heb pistolen, shotguns, heb ik gezien. Uh, mm -hmm. Dat soort wapens. Um, er liggen ook drops. Dus er ligt, uh, weet ik veel, uh, C4. Er en, ja. en, nou liggen, liggen al die, die dingen die je kunt gooien. En dan komt er dus na een tijdje, als je elkaar niet snel genoeg dood op komt de Warden. Dat ja. is een soort van overpowered dude met een machine gun. En die begint iedereen weg te knallen. En, als je de en dan moet je dus verstoppertje spelen met de Warden. En ik vind het wel grappig, omdat je een soort, ja, er is een soort extra diepgang gekomen in de, in de Gulak. Maar ik, ik blijf ook hierbij, de allereerste Gulak was de allerbeste. Mm -hmm. En dat gewoon Kijk. met die revolvers ja, in, die, geen gezeik, in die in, die, in die die prison. Pistolen, Geen geestelijke. En dat je gewoon met z'n allen daaromheen stond steentjes te gooien. Dat, ja. ja, weet je, met z'n tweeën vind ik toch, je zit met een random, tenminste, dat heb ik alleen nog maar meegemaakt. Ik zit met een random guy in die ja, game. Oh, met je teammaat volgens mij. In nou, eerste instantie en... met je teammaat, maar als die er niet is, dan zit je waarschijnlijk met een random, ja. ja, ja. Dacht ja. ja. dat weet ik niet zeker. Nou, Maar dat is een groot dat... verschil, met je teammaat kan je praten, met een random duck praten. Ja, het praat je ja niet. en is dat, dat is wel belangrijk om te zeggen dat ik heel weinig met mijn teammaat heb kunnen spelen door de staat, en dat wil ik de game geven... Ja. maar de staat waarin de servers verkeerden, is dat ik gewoon bijna niet in parties kwam. En ik speel dan samen met Xbox-spelers op ja. de PC. Ik vond ja. het, het was heel moeilijk voor mij om in potjes te komen. Dus, ja. Uh, ja. En waarom is het moeilijk om in potjes te komen? Uh, ik kon niet in parties komen. Als ik probeerde een party te joinen, dan kikte die me naar een scherm en dan zei die: Purchase Modern Warfare 2. Nou, en ik dacht, ja, oké. Ja, okay, ja. Uh, dat is weird. Ja, yeah, heel yeah. veel mensen hebben heel veel gezeik gehad de eerste paar dagen dat deze Boston 2.0 uit was. Uh, vooral inderdaad ook dat het social gebeurde, zoals je zegt. Uh, games die niet gevonden konden worden, mensen die in een ellenlange wachtrij stonden voordat er een game geladen werd, terwijl je denkt dat de wereld speelt is. Dus. dus dan zou al die server stampvol moeten zitten. En uit games gekickt worden. Ja, ook ik, nog... ik, uh, de, dat is mijn grote uh, uh, onnuchtering met deze serie is dat ik erachter ben gekomen. Ik heb daar een uh, soort YouTube-video over gezien. Hoe ontzettend veel bots er in die, uh, in die, in die map zitten. Echt? En ik dacht bij de eerste Warzone, had ik echt zoiets van. Ik vond dat aanvoelen alsof er geen bots in zitten. Ik mm. vond het heel tof. Dat ik echt met 150 echte spelers bezig ben. En um, hier, als je naar die namen kijkt. Als je kijkt naar. Uh, Um, hoe er gespeeld wordt, dan heb ik gewoon zoiets van ja, dit zijn gewoon, het zijn fucking allemaal bots man. Ik, er zijn er zijn matches geweest waarvan ik het idee heb. Ik denk dat er nog geen tien spelers zitten. En dat wat je dan krijgt is dat zo'n pot pas echt interessant wordt vanaf nou, dat er misschien twintig overblijven, ja. zoiets, weet je? Mm -hmm. Want die bots zijn altijd kut, weet je? Ze ja. maken gewoon onrealistische kills. Ze zijn onrealistisch dom of onrealistisch overpowered. Het is gewoon niet oké. Okay. En daardoor dat had ik ook hoor met deze game. Dat voelt gewoon. Ik weet het niet, man. Soms word ik beslopen door iemand. dat ik denk van dit kan helemaal niet. Weet je? En, ja. en toch. Ja. Heb ik, je trouwens de Proximity Chat wel aangezet? Want dat is wel heel grappig. Hè? Je hebt dus nu wel. Proximity Chat. Ja, dus dan hoor je mm. in één keer. Ah, een ah, ah, Engelse kind schreeuwen, maar dan hoor je dus gewoon waar ze zitten. En dat is wel een vette toevoeging. Ah, Oké, okay. nee, ik nog niet gezien. Oké, dat, okay, uh, dat, ja, dat is wel Alle gevolgen maar, van die natuurlijk. Maar ja, goed, ja. dat botsverhaal zag je natuurlijk ook toen PUBG op de dure, op zijn tandvlees liep. Toen gingen ze daar ook botsen. Het stond er gewoon, ik bedoel, PUBG op de PC was hardcore as fuck. En er stonden mm. er gewoon ineens lui in, midden in een vel, die stonden gewoon zo. Ja, een beetje ja. om zich heen ja. te kijken. Nou ja. ja, dit is gewoon uh, Tencent uh, geprogrammeerde bot op Easy. Ja. Het was, ik wist dit nog niet, dus ik ben een beetje in shock. Warzone 1 had dat dus ook. Boor had het ook. Ja, fuck, ja. Man. ik ja. denk dat ik zo cool was met mijn kills. Ja, nee, maar denk je dat er altijd en alle tijden 150 man beschikbaar zijn binnen jouw uh, binnen jou niveau? En zie binnen je maar uh, ja. even. ogen. Ja, ja, ja. dat ja. dacht je altijd. Dat, zo dat dacht zo. Okay. jij ja. met je kut in de. Nee, maar dat, daar zie je het ook aan. Als jij van een kutverbinding hebt, dan heb je alsnog vaak gewoon hop. Dan ga je gewoon in een pot. Weet je? Ja. En dan uh, ja, is er weinig lek, maar dan zit je wel tegen, tegen allemaal bots. Ja. Kut man. Ja, het is kut. Is fuck. Ja, ik bouw hiervan. Ik baal hiervan. Ik ja wat noem je het? Nou, nu heb we het stuk gemaakt voor je. Ja, ja. We, uh, ja. Goed <laughs> over BOTS gesproken. Ik weet een mooi bruggetje. We lopen ja. zo van de Warzone de DMZ in. Want daar zit het vol met BOTS en dat ja. is zelfs de bedoeling. Ja. DMZ, a.k.a. Ja. Nou, ja. Escape from Tarkov, de -versie, Ja, uh, Ze wilden ja. natuurlijk weer even iets hebben om, om de boel een beetje mee op te spijzen. Nou, uh, leg even uit die wat, zet, yeah. wat yeah. DMZ is. DMZ is een soort van ja, take van um, uh, Call of Duty... In, in, ja, om een soort looter-shooter-achtig element erin te stoppen. Dus je hebt strongholds, die kan je... Capturen, er zijn menselijke spelers op de map aanwezig. Ik weet niet hoeveel precies, maar er zijn ook heel veel bots. En ja, het is ja, net als ik weet niet of jullie Escape from Tarkov uh, hebben gespeeld of het concept kennen, maar in principe. Uh, in principe is het concept gewoon: je dropt in de map. Uh, je kan daar objectives doen, terwijl andere mensen jou daarvan kunnen weerhouden. Ja, dat ja. En, is in feite en het, hier. Ook. En aan het einde van de rit moet je extracten... zodat je geld en je loot en je XP meeneemt. Ja. Ja, word, ja. word je doodgeschoten, neem je spullen niet mee, drop er een en ander shit en krijg je vooral ook dat geld niet. Precies, dus in de praktijk, je pakt bijvoorbeeld een contract en uh, je moet naar een hokje toe. Daar zit een of andere gast met een Arabische naam, want dat is natuurlijk wel de, in een, ja, dat is de nieuwe Call of Duty vibe die ik hierbij Wat? krijg. Er zit een uh, terrorist, die moet je dan doodmaken. Ze zijn allemaal waves van enemies en vervolgens zijn er dus ook andere spelers die jouw cash weer kunnen pakken en je gaat op het duur extracten... Het, er zit een goede element in, maar ik heb, het niet, um, ik heb het niet zo uitgebreid kunnen spelen... om daar echt een mening over te vormen. Maar hebben jullie DMC gespeeld? Uh, en... Ja, ik heb zeker een aantal potjes DMC gespeeld. En ik vond ook wel... Kijk, ik heb, ik heb uh, Talk of Nooit gespeeld. Dus voor mij is dit... Het spelconcept in die zin niet nieuw, maar ik, ja, ik heb er gewoon nooit zo vaak mee te maken gehad. Vermakelijk. Alleen, ja, je wilt eigenlijk gewoon, net als met de gewone game, als je, als je teambeest speelt. Je wilt niet afhankelijk zijn van mensen waar je niet mee praat en die je niet kent. Ja, nee, wat, wat ik, uh, ik, ik. Ik heb het ook gespeeld en ik vond het wel aardig, maar ik heb gewoon zoiets van het is minder leuk dan een battle royale match. Ja. Dus ga ik battle royale matchen spelen. Dus ik heb het even ja. gespeeld om te kijken wat het was voor de review. En ik had zoiets van, ja, leuk, maar dit ga ik nooit meer aanraken. Ja, plus nee. wat je krijgt, weet je, Als je inderdaad, uh, zo'n stronghold of zo, uh, of je gaat ergens een kluis openen, dan, dan hoor je van, oh ja, there enemies incoming. Nou, dan komen er dus al een van die AI-enemies, die lopen gewoon mindless, lopen ze op je ja, af. Die en je maait ze neer. Heb je net die objective voltooid, loop je naar buiten en dan weet je gewoon van, oh ja, dit zijn de Player characters die nu achteraan yeah, komen. Yeah. Want ineens wordt er alles raak geschoten. En yeah. je weet niet waar het vandaan komt. En dat is eigenlijk wel jammer. Want dat, om dan toch weer even de vergelijking met Tarkov te maken, wat daar zo goed in werkt, is dat je hebt je main character en je hebt een scave, dat is eigenlijk een soort van NPC die dus door mensen wordt bestuurd. Dus als jij dood wordt geknald in jouw main mission character. Mm -hmm. Dan mag je twintig minuten niet spelen met je main character. Maar dan moet je verplicht als een soort Russische NPC uitziende character. tussen die andere NPC's <laughs> ja, staan. Dus zelf tussen die NPC's <laughs> zitten dus ook gewoon mensen. <laughs> en bij deze game weet je dus overduidelijk dat het computerspelers zijn. En daar, daar gedragen ze zich ook naar. Het, ja. zijn, het zijn niet echt hele spannende shootouts. Nee, ze komen, echt, ze komen echt gewoon hersenloos op je af. Beetje, beetje Far, far Cry-achtige shootouts. Dus je, je gaat in een fucking deur, een trappetje bij een deuropening staan... en je weet gewoon van, oké, okay, hier komen ze heen. Dus ze rennen heel rustig op je af. Nou, als ze een beetje pech hebben, hebben ze wel veel armen... dus dan doen ze jou ook nog wat damage, maar over het algemeen is het gewoon maaien, maaien, maaien en dan uh, extracten die loot. En op het moment dat je wil extracten staan natuurlijk mensen dodelijk te wachten bij die helikopter om in te schieten. Ja, het is natuurlijk wel een goede manier om je loadouts een beetje te upgraden met XP te pakken en ook mm. voor mij want ik heb nu net eens dus weer een PC gebouwd een maand geleden of een week geleden. Dus ik ben weer mijn 1 helemaal kwijt. Dus ik speel dan wel DMZ om even te, ja dan kan ik mijn snap één dat ik ze gewoon ja. snel kan neermaaien. Want ja. wat ik zei, die time to kill is zo kort. Ja. Als ik mensen tegenkom, ja ik ben nog een beetje rusty. Okay. De gulag ook veel... Ah, uh, veel nou, uh, nou, ik, ma ik maak veel kills, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind het niet extreem moeilijk. Tegen al, uh, um, ja, teg al die AI van <laughs> jou. Ja, tegen al die AI. In ja, de 50, 50 plus divisie. Natuurlijk. Precies, ja. inderdaad. Ja, dus maar dan... Dan, noem je al, dan noem je al meteen iets goeds. Want um, je wapens, of je nou Modern Warfare 2 speelt, of DMZ, of je zit in, de, in, uh, in Warzone... Je wapens levelen gewoon across the board. Dus je, je, je overal gaat je XP heen. Dus als jij alleen maar met die M4 wil spelen... of dat nou in DMC is of in Warzone of in Modern Warfare 2... Ja, je levelt hem overal. Ja, Nou en wat ik nu vind... ik vind je levelt ze niet snel. Dus waar, wat je bijvoorbeeld in Warzone op een gegeven moment had... dan willen ze het een beetje aantrekkelijker maken. En ja. dan liggen overal volledig gelevelde uh, uh, elite wapens. Ja. En dat had ik hier... Nou, eigenlijk niet. Weet je, dat mm. kom je niet echt. Het zijn altijd soort van die beginners. Uh, ze hebben nu een soort van systeem met blokjes. Ja. Volgens mij van 0 tot 5, 0 tot 4, zoiets. Nou, het is altijd 1 of 2. En heel soms zit er eentje van 4 bij, zoiets. Ja. En uh, ik, ik moet je ook zeggen, ik, ik heb nu een paar dagen gespeeld. Ik heb nog. Ik heb wel wat geleveld en wat vrijgespeeld, maar niet opzienbarend veel. Ja. Terwijl bij Warzone had ik in zo'n korte tijd. had ik, altijd, had ik twee wapens uh, volledig erbij, weet je. En ja. hier niet. Ja, plus wat je ziet is dat ze toch wel iets minder scheutig zijn met het geld... dat je yeah, random yeah, kan vinden. Dat, uh, de, de, meeste, de meeste grote uh, bergen geld die je kan vinden... die zitten gelokt achter zo'n zo uh, assignment... of weet ik veel, een stronghold of wat dan ook ja. wat je moet doen. Ja. Um, en op die manier... Weet je gewoon van, oké, okay, wil ik rijk zijn, dan heb ik een doelwit op mijn rug. En als ik dat doelwit op mijn rug heb, dan, ja, dan is natuurlijk de kans groot dat spelers achter je gaan Ja, en weet je, wat, wat, wat mij verbaast ook, is dat natuurlijk Warzone 1 heeft gewoon veel Quality of Life-updates gehad. Die game is gewoon door en door gepatcht en ze hebben best wel veel geluisterd naar de community. Oh, hier is het winnetje trouwens maar, van Koos, zie ik. Ja. Yeah. Daar komt hij aan, hoor. Mag ik verder? Sorry. Nou, ik heb het idee dat, uh, kijk, op een of andere manier, de, wat jij zegt, daar kan ik me wel in vinden in het begin van Warzone 1 was heel kleurrijk... En dat ah, duur. werd het een eind. beetje een ja. poppenkast, maar ik moet ja. wel zeggen, het werkte wel. Het, de manier waarop je alles visueel was ingedeeld, je wist direct die crates. En hier, ik, het is hier allemaal een beetje een soort van natuurtinten met mm -hmm. extra hud interface elementen. En je hebt ineens sleutels, bossen ja. en batterijen en weet ik veel wat je allemaal kan pakken. Ja, ze hebben het zichzelf onderhouden. Wat heb je Zo van Call of Duty je moet gewoon doen waar Call of Duty goed in is. En dat is Call of Duty zijn. En niet proberen dat het nu een soort van Dark of Light wordt. Ja. Het is nog steeds een dope game. Ik vind het leuk. Maar ik moet gewoon zeggen dat ik tot dusver, en ik geef ze echt nog wel veel 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 uren voordat ik hier een oordeel over ga vellen hoor, maar ik mis applaus ja chicken ja. dinner, ja, maar even. ik ja ik mis verdansk wel een beetje, ik ook, maar wat, wat heb je aan die aan die rommel die je kan, ik magazines en rotzooi die je kan als wat ja, een soort RPG dat is, is. Dat is ja. allemaal geld waard. En dan, uh. dan kun je op die manier. Uh, ja, ja, maar dat je wilt toch gewoon, gewoon je wil je landen direct aan ramen en ramen. Je ziet een oranje kist... paf, je hebt een gun en je staat direct heb je vier kills te pakken. Dat ja. die fight mis ik, want dat is voor mij Call of Duty. Maar ja. ik heb het idee ja. dat ze. ze nou ja, je ja. bent nu meer bezig met het horen van shit. En, en hopen dat je op een gegeven moment je genoeg geld hebt om wat, uh, wat aankopen te doen. Wat vind je van het systeem dat je deze keer. Uh, kijk, je kunt een, een, een main wapen, een tweede wapen, secondary wapen. Dan heb je nog een handwapen. Ja. En dan heb je nog twee dingen die je kunt gooien of zo? Weet je. Um, maar nu heb je dus ook een, een backpack ja. waar je dus bepaalde dingen in kan opbergen ja. die je kunt laten kunnen pakken. Wat vinden jullie daarvan? Nou, met. daar kom je weer bij dat UI-verhaal, want het is met controle, want ik speel met controle, is het lastig om, om dat snel te doen. Je ja. doet het niet, toch? Nee, maar als ik geld op wil pakken uit zo'n zo cash register, dat register, hmm. liggen vier hoopjes geld in dat ding naast elkaar. Moet ik ze alle vier... Nee hoor, ze gaan vanzelf. Ja. Nee, niet als, je, niet als je het uit zo'n uh, kassa wil pakken. wel, Ja? Dat gaat vanzelf. Serieus? Ja. Wat kijk. speel je op? Een PC. Ja. Ik speel op de okay. Xbox. Bij mij gaat het vanzelf. Oké, okay, dan moet ik misschien instellen. Dat maar kijk, uit. de vraag die jij stelt eigenlijk... Um, als je de vraag stelt van wat hadden ze kunnen doen voor mij om Warzone 2.0... Echt een verbetering te maken van één. Eigenlijk, ik ben, heel, ik ben een simpel mens. Maak de graphics uh, vetter, uh, maak de map spectaculairder, maar aan ja. de basics van de game hadden ze voor mij echt niet hoeven zitten. This game yeah. is weird. Dus al die extra <laughs> ja. dingen en die, die backpack, ik hoef mijn rugzak niet, die mag een andere speler wel. Ik heb namelijk ik ben, voordat die rugzak vol is, ben ik toch al wel weer een keer dood gegaan. Het, het lukte in Warzone 1 ook wel, gewoon met de gameplay zoals die was. Dus, maar er ja. zit toch ook een bepaalde charme in het feit dat je het moet zien te rooien met de wapens die je hebt. Ja. Ik bedoel, ja, wat ja. is het nut van, je hebt fucking drie wapens, mm -hmm. weet je. Je hebt een, je hebt een, een gun, nou, daar kun je een soort van monster ding van maken op een gegeven moment. Je hebt dan een sniper rifle, waarschijnlijk, en dan een submachine gun, of een gewone machine gun, en, um, of een assault rifle. En dat is genoeg, weet je? Ja. Wat heb je nou nog meer? Nou? Moet je, je moet ook nog een bezoeker hebben, weet je? Ik wil. Nee, fuck het. Je bent een pussy als je een bezoeker hebt. Weet ja, je? Ik plus bedoel... die, die, die overload, die clutter aan shit die je nu kan pakken, zorgt er ook voor dat ze het visueel eigenlijk niet meer hebben. Je weet niet meer moment. waar je Precies. echt je shit nodig hebt. Precies, ja. ik loop mijn main en primary en tertiary shit. Alles door elkaar lijkt even belangrijk. Want ja. Het is ja. allemaal wit en grayed out En ik begrijp gewoon niet zo goed meer die visuele hiërarchie die ze hadden bij Warzone. Ja, het werkte zo fucking goed. Je kon op een kilometer afstand al zien. Die kist wil ik hebben, dat item heb ik nodig. Ja. Raar nee, dat niet? ze dat veranderd hebben. Ja. Dat vind ik echt heel raar dat ze iets wat niet stuk is gaan proberen te fixen en het ja. een stuk maken. Kijk, in en ja, en potentie biedt het ze wel mogelijkheden om heel veel kanten op te gaan met de game. Maar in de huidige staat waarin de game zich nu bevindt, mm -hmm. mis ik verdanskroon. Maar ja, ik, ja. Ik geef ze het voordeel van ja, en de, de twijfel. Ja. Maar... Ja, wat, wat ik vooral had van. Kijk, Blackout kwam voor Warzone. Heb ik met veel plezier gespeeld. Dat was net even iets minder, uh, of net even iets meer no-nonsense uh, Battle Royale dan dat uh, Warzone 1 en nu 2 is hmm. uh, geweest. In de zin van, het draaide niet altijd maar om het zo snel mogelijk krijgen van je eigen loadout en je eigen shit, waardoor je een soort van half overbouwt over het veld diep. Nee, het was gewoon, je vindt een wapen, je vindt attachments... Slinger die attachments met elkaar en je hebt een vet wapen. Ja. Ik had gehoopt dat ze meer daarvan zouden integreren nu in Warzone 2. Dat het dat, dat, is onnodig dat, ingewikkeld. Dat, ik met je dat, 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 dat het attachmentsysteem terugkwam. In plaats van, oké, okay, je kan alles en iedereen zijn moeder kan je bij elkaar kopen. En als je veel geld hebt, dan, dan loop je als het baasje over het veld heen. Ja. Hmm. Ja, ik, ik, ik vind het ook... Um, um, ik, ik, ik vond eigenlijk Warzone had één groot probleem. En dat is als je... Uh, wat verder in de game bent en de cirkel is al kleiner, mm -hmm. en je wint nog een gulag patch... En je komt er weer in, dan had je vaar, in het begin had je dan gewoon nog je pistool, nou, ja. dan was je kansloos. Ja. En dan op een gegeven moment kreeg je het wapen waarmee je gewonnen had in de gulag, dan mocht je dat meenemen. En dat uh, uh, was eigenlijk nou ja, goed, was je iets minder kansloos, maar nog steeds behoorlijk kansloos. En, um, Hierbij heb ik gewoon zoiets van, er ligt nu zo ontzettend veel loot overal. Mm -hmm. Dat het, je hebt eigenlijk al vrij snel weer een wapen. Ik bedoel, ja. je, het moet wel heel gek lopen, wil je niet gewoon een wapen hebben waarin je op zijn minst gelijkwaardig bent aan, aan, aan andere spelers. Ja. Dus wat dat betreft, dan denk ik aan de ene kant, ja, ze hebben iets gefixt. Wat stuk was. Namelijk dat je, als je later in die game kwam, had je gewoon een on, eigenlijk een, een achterstand die je niet meer in kon halen. Maar. Dan, ja, ik vind het altijd wat, zo ja. mooi hoe ze die pistooltjes vasthouden. Ja, 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 ja. ja, ja. Dat is serieus, hè? Ja. Ja. ja, maar ten koste van wat hebben ze die shit gefixt, weet je wel? Nou ja, dat, dat is een beetje het ding inderdaad. Ja, wat, 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 zijn, waar zijn, wat zijn ze eigenlijk aan het doen? Ja. En dat... Uh, um, ja, weet je, ik, ik, het is ook, ik heb ook het idee dat ze daarmee aan het spelen zijn geslagen, geraakt. Weet je? Op een gegeven moment was je heel erg van... Uh, um, uh, weet je, was je gewoon zo... Probeerde zo ver mogelijk te komen kwam je in die uh, in die gulak terecht en dan had je gewoon een groot probleem. Ja. En dat zijn ze dan, op een gegeven moment zijn ze dat met extra, uh, uh, weet je, dat je als je neergeknald was dat je weer uh, jezelf kon reviven. Uh, uh, een extra gulag uh, ja. spawn. Uh, dus dan, uh, ja, ik vind namelijk dat er bepaalde dynamieken aan die aan die um, uh, battle royale game die moet die zijn heilig. Dan moet je van afblijven. Ja. En als je daar aan mee gaat tweaken... Je kunt dat wel doen om even te testen om te kijken of mensen het leuk vinden. Maar wat er nu gebeurde, dat was dat je, weet je, nou opeens was er weer zo'n malt dat je met geld jezelf vrij kon kopen. Weet je, dan, dan ging je niet de goelag ja. in, maar dan respawnde je weer. Dat of dan dropt je op, weer opnieuw als de, je geld had. Er was op een gegeven moment een punt dat, dat, dat dan ging er gingen zo zo'n sirene af en dan werd iedereen weer. Terug ja, 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 dat ja, soort ja, shit, inderdaad. Break. Weet je, dat ik denk ja. van ja, Jesus Christ. Man. Waarom gebeurt dat? En ik vind het zo, er straalt een soort onzekerheid Vanuit, ja. weet je? Maar dat is, ook, dat is ook een soort accessibility. Hè? Ik denk ook wel dat de mensen waarmee ik speelde, die varieerden in hoe goed ze zijn. En soms als die prison break komt... Nou, dan had je die ene guy die altijd in het begin doodgaat, die zat dan alweer ja. half te knikkenbollen achter zijn telefoon. En die dacht dan: Oh, ik ben er weer. Dan was hij ook ja. weer direct dood. Maar toch, weet je, een beetje dopamine, dan uh, konden ja. we weer even door. En dat houdt de playerbase wel gevarieerd, denk ik. En ik ja. denk dat, uh, dat, ja, wat dat betreft, uh, was Warzone 1 op de duur wel. Ja, het, het was wel een cacophonie van concepten door elkaar heen. Maar het bleef voor mij tot Pacific in ieder geval wel leuk. Nou, ik eerlijk gezegd, als ik nu zo deze footage kijk. En Koos heeft het wel heel goed gecaptured. Maar ik heb zoiets van je. Ik, ik had één ding willen laten zien. En dat merkte ik namelijk dat als je op een gegeven moment in de op zo'n berg gaat zitten, ja. gewoon in de bosjes... en je hebt die spotters kopen en je zet thermal aan... Ja. Uh, en je hebt een sniper rifle... dan maak je echt soort van iedereen beneden op die map... die kill je gewoon. Ten eerste die sniper rifles voelen overpowered aan... Uh, dus je maakt al snel headshots, mm -hmm. maar het is ook gewoon, er is geen ontkomen aan, weet je. Ja. Bedoel, als jij ergens je kop boven het maaiveld uitsteekt, of je moet ergens oversteken, zo'n brede straat, of je komt, uh, je moet omdat het gas komt, moet je, uh, weet ik veel, en ook die berg op, je gaat eraan. En dat, ik, ik heb het ook het idee dat je die, 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 die hoe noem je dat, die, die scope glitch, of die scope glint, glint ja, dat ja, je dat ja. niet meer hebt. Uh, want het lijkt wel alsof niemand me ziet als ik met die sniper rifle op die berg zit. Ik zie ook geen andere sniper rifles. Je hebt hem wel degelijk nog. Ja, of... nou, ik weet misschien is hij niet opvallend genoeg. Ik, ik, ik weet het niet. Maar ja. ik, maakte, ik, ik maakte vijf kills toen ik dat voor het eerst deed. En ik had echt zoiets van: wauw, weet je, dat uh, uh, dit is eigenlijk gewoon. Ja, weet je, dat, dat zou in de oorspronkelijke war niet gebeurd zijn. Nou. En wat zou je denken? Wat zouden jullie ervan vinden? Zou dit qua hoe de gameplay nu is en de balans nu is en dat hele loot systeem, zou dit werken op verdansk? Of is dit. Het, is is, het de map? Het wel? is het... Ja, ik denk het op zich wel. Ik vind het... Dat is mijn probleem. Weet je. Je het ziet het ook... is niet alleen de map die, die het nu zo maakt dat misschien sommige dingen niet helemaal lekker samenwerken. Want anders zou je nu de, de overvloed aan cut items zou je in Ferdansk ook krijgen. Ja. Uh, waar het niet dat, die, dat hier dus die gebouwtjes uh, net even meestal vijf, zes kamers meer hebben. Uh, op dit gebouwtje na dan. Um, en je net even iets meer, ook een soort van, je hebt uh, gevechten op begane grond. De eerste verdieping, tweede verdieping en naar boven. En eerst was het echt of je bent beneden aan het vechten of je bent echt helemaal boven aan het vechten. Dus dat, in dat opzicht er zijn er wel veel meer lagen waarop, nu, waarop, nu, uh, waarop je nu speelt. Nou, ik, heb, heb je niet ook het gevoel dat als je deze map zo ziet, dat je denkt van dit had realistischer moeten zijn. En dan op een manier dat je denkt van kijk, op een gegeven moment, je bent nu, nu is iedereen op zoek naar loot en naar ja. de vijand. Ja. Weet je? Dus dan krijg je dat ge. ...geratst door die... ...door die, door die, die, die dorpjes ja, ja. en door die gebouwtjes, weet je. En ja. ik vind dat een soort irritante gameplay... ...want, nou, net als Carl Seal, ...hij heeft zijn M4, dat is overduidelijk zijn favoriete wapen... ...weet je, nou, hij neemt nogal de moeite om helft te kijken... ...maar eigenlijk hoeft het al niet eens meer, weet je. Ja. Hij heeft genoeg MO... Um, ja, wat de fuck ben je nog aan het doen? Weet je, waarom waar is de vijand? En als je dan de vijand vindt, dan heb je wel leuke momenten. Maar daarbij had ik juist zoiets van, dat had best wel wat meer, weet je, de, de, uh, als de uh, impact of misschien de time to kill nog sneller was geweest, of de impact groter van kogels, weet ik veel, dat je wat meer voorzichtiger moet doen, dat je ja, dat is ja, ja. wat ja, ja. iets tactischer. Want wat, wat ja. het nu ook is, is gewoon, het is rusje, weet je, degene mm. die het hardste rusje die wint. Nee, ja, ja. dat is het, het is wat dat betreft, als je het vergelijkt met PUBG bijvoorbeeld, waarin als jij zo van building naar building gaat, moet je echt zorgen dat je de tree lines pakt, dat je ja. gewoon uit line of side blijft, want je Precies. wordt gewoon neergeblaft en helemaal op de pc waar allemaal van die demons met aan het snijpen zijn, dan word je ja. net te gek. Ja, bij nou, deze dat game, is hier ook zo is, in principe. Ja, nou ja, ik ik moet zeggen, het, ik ben vooral close range aangepakt, maar. Ik vind het een beetje een game in conflict. Wat ik eerder ook al zei: van het is Call of Duty, maar het wil ook een soort van doen alsof het een militaire simulator is. Maar mm -hmm. dat is het absoluut niet. Want je zit, je hebt op de duur een rugzak met uh, 500 kilo aan uh, gear. Maar, maar ja, het is ook geen Call of Duty namelijk. Nee, nee absoluut het niet. Maar het is echt door een ander team gemaakt. Dat voelt maar dat je zag je bij, bij Modern Warfare 2 al. Van <laughs> ja. Ze hebben die gunplay nu een beetje aangepakt dat het net iets gewichtiger aanvoelt. Ja. Weet je, er is net even 3% meer recoil en, en uh, uh, weet ik veel, het, het schiet net even wat lastiger. Ja. Uh, Ten opzichte van de lasers die je standaard had in, uh, in, in, in de voorgaande delen, of eigenlijk wel Boorzaan 1, daar was het op een gegeven moment echt gewoon. had je gewoon geen recall meer als je je wapen een beetje lekker had samengesteld. Ja. Ja. En hier is het nog wel een beetje dat je, dat je ergens mee bezig bent, maar tegelijkertijd. Je merkt dat ze zichzelf dan misschien net iets te serieus zijn. Ja, nou, Inderdaad, precies, dat, dat, precies. Ze, dat ze wel echt uh, ineens van: oké, okay, nou zijn we zo'n simulatiekant of zo. Precies, Ho maar ze houden zichzelf voor de gek. Want Call of Duty is gewoon Call of Duty. En dat ja. is altijd, bedoel, die verdans, die body armor hier. Weet je, die, die rare voice-overs en zo. Het was allemaal gewoon, het had iets. Koddigs over zich waar ik gewoon echt wel helemaal verliefd op ben geworden. Koddig. Koddig, ja, een beetje zo van... <laughs> ze doen wel heel erg stoer met allemaal wapens en van, van die beestachtige gespierde operators, maar ja. iedereen rent ondertussen wel rond op quads en uh, vliegen met vijf man uh, springers uit helikopters. Het was eigenlijk een kolderieke bende. Ja. Ja. En maar deze, ik, ik ja, heb daar een soort liefde voor ontwikkeld, voor de kolderieke Zeker, bende. En zeker. Dat, uh, en dat mis ik hier een beetje. Ja. Nog, nog, hè, want het kan nog komen als ze luisteren naar de community. Want ik heb even Reddit afgestruind en ik zag wel meer mensen Ze, die, ze hier, hebben ja. nog nooit geluisterd naar de community, dat gaan ze <laughs> nu ook niet doen. En dat is, uh, dat, dat is het hele ding met deze game. Dat je gewoon, je weet gewoon van al, aan alle kanten, voel je gewoon van ja, ze zijn weer zoekende ja. naar. Um... Ik moet zeggen, als ik dit zie, dan is die time to kill echt niet kort hoor. Nee, ik vind het ook oké. Okay. Uh, nou ja, goed, het, het had voor mij nog wel wat sneller gemogen. Hier dit, dit is ook. Uh... Ja maar ja. 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 Ik vergelijk het met Warzone meer. dan, hè, bedoel ja. ik. De eerste Warzone had ik wel het idee dat waren echt bullet sponges waren, was je af en toe. Zeg ja. Maar. ja. Dat zou kunnen inderdaad. Ja. Ik, ik moet zeggen, ik vind, het oké. Okay. Ik heb daar niet zoveel op aan te merken. Ja. Maar ik ben ook wat ik ook zei. Ik heb dus net weer een pc gebouwd. Dus misschien ben ik ook gewoon echt heel slecht nu. Zeg maar, ik ben echt. Uh... Ja, ik ga ja, niet dat, dat je dat het sowieso het, is, Ja, ja. ja nou, ik, ik hou heel erg van, de van dit op console spelen, mm -hmm. omdat je dan. Uh, ja, je hebt gewoon. Ik, ik denk eigenlijk dat hij het beste loopt. Hij loopt ook wat sneller, omdat het natuurlijk de frame rate iets lager is en ja. weet ik de resolutie is lager. Hey, hebben jullie uh, de Battle Pass gecheckt? Nee, nee, want ik moet zeggen, daar was, dat, dat was dan wel weer een soort van frisse wind in het uh, tijdperk van Battle Passes. Oh. Uh, want in plaats van dat jij gewoon leveltje 1 tot uh, 100 hebt en bij elk level wat vrij speelt en als je dan de betaalde Battle Pass hebt, dan heb je inderdaad... In, de eerste uh, 20 of zo, de eerste 50? Nou ja, uh, sorry, als jij de gratis hebt, dan krijg je zeg maar om de 10 levels krijg je iets in plaats van elke keer wat. Mm -hmm. um, nu is het zo, als je levelt, krijg je een token. Ja. En je begint bij vlakje... A1 volgens mij. Wat maar. kun je A met die tokens? A A01. Nou, dat, dat is dus het hele ding. Je gaat dus een vlakje, ga je iets in vrijkopen. Elk vlakje heeft vijf items, uh, vier van die soort van vanity items en, en één wapenskin of een, okay. of een operator of wat dan ook. Mm -hmm. En op die, man die manier, als jij iets hebt vrijgekocht, gewoon een van die vier dingen uh, in, in één zo'n vlakje, dan kan je kijken welke kant je op gaat branchen. Ga je, ga je richting een bepaalde operator of wil je misschien toch eerder die, die wapenskin hebben? Op die manier bepaal je meer zelf je pad uh, binnen die Battle Pass. Dus als klinkt jij... goed. Ik, had, ik ja, heb het ik is ook gekregen. Het is, is, gekregen, een, maar het het is ook echt een stuk beter. Want je bent niet meer zeg maar, oké, okay, iedereen wil level 100 zijn. Want bij level 100 krijg je, krijg je de skin van het seizoen, als het ware. En uh, dan heeft iedereen hem aan het einde van de rit. Nee, het ja. is gewoon van oké, okay, uh, wetende dat ik waarschijnlijk veel minder ga spelen dan mensen die wel die 100 gaan aantikken. Misschien ga ik maar 50 keer uh, uplevelen. Zou ik, als ik het juiste pad kies voor mij voor iets wat ik graag wil vrijspelen zou ik alsnog dat kunnen vrijspelen... omdat ik gewoon bezig ben met van... oké, okay, hoe kom ik het snelst bij die items? Uh, en, en wat ik zei, het gaat per vijf. Dus een vlakje. Als je één ding vrijspeelt in het vlakje... kan je de volgende al kiezen. Maar als jij een soort van de... de, de ik weet niet meer hoe dat heet... Uh, valuable target of zo... van het vlakje wil vrijspelen... moet je alle vier de volgaande dingen daarvan... moet je hebben geïnvesteerd. Wil je die ene skin of de, die ene operator... of wat dan ook vrijspelen. Dus dat is, dat is een concept... of dat is een, een systeem wat voor mij... Beter werkt. Uh, want dan krijg je inderdaad niet meer zo. dat je alleen op 100, uh, level 100. heb je dat uiteindelijke doorbereikt. Nee, je kan dus ja. al eerder datgene wat jij vrij wil spelen, vrij spelen. In het pad wat jij wil gaan bewandelen. Dus dat is echt uh, wel een verbetering voor dat mij. klinkt ja. wel tof, maar ik moet wel zeggen dat ik ook bij de originele Warzone altijd die Battle Pass een beetje heb geprobeerd te vermijden. Dat ik uh -huh. al mijn core gameplay haalde ik uit dingen die daar niet zo heel veel mee te maken hadden. Ja. Wat ik, maar ik merkte wel op de duur, toen ik de echte 100 uur in die game aan het pompen was, dat ik wel steeds meer zoiets had van... Ja, uh, nee, maar je, moest zoiets... je ging voor gek, wat was het? De 100 level 143 of zoiets? Ja. Kun je dan halen? Ja, precies. En als je dat had gehaald, dan was ik vaak ook even klaar met de game. Ja. En dan uh, kreeg je weer een nieuw seizoen en dan kon je weer opnieuw beginnen. En dan ja, dat, dat, dat heb ik zeker in een aantal seizoenen achter elkaar gedaan. Ja. En nu heb ik zoiets van: nou, no way in hell dat ik dat ga halen. Maar... Ja, het is nog steeds wel zo dat, zeg maar, volgens mij, als je het ultieme vakje of het ultieme dingetje wil vrij spelen, dan moet je wel dus alle twintig vlakjes volgens mij, hebben, helemaal hebben voltooid. Wil je die en wanneer laatste... krijg je een token als je niet die ja, shit hebt? Dat, dat, dat is gewoon met uh, XP levelen. Oké. Okay. Maar level. onder de tien punten, want ik ben nu level, weet ik veel, vijftien of zestien of zo. Dan heb je dan vijftien tokens of zo? Nee, zeker niet. Nee, eentje heb ik er gekregen, volgens mij. Oké, okay, nou, dat. Uh, ja, die levelt duidelijk. Uh, stuk hoor, dat moet ik wel zeggen. Ja, okay. um, mm. en, maar je, als jij die hele Battle Pass weet door te spelen, je verdient volgens mij iets van 16, 1700 uh, van die uh, cold points verdien je alweer terug. Ja. Dus uh, bij wijze van spreken, als je het een beetje fanatiek speelt en je gaat geen geld pompen in losse skins, dan kun je gewoon één keer die Battle Pass kopen en elke keer die Battle Pass alweer terugverdienen door, uh, door gewoon het seizoen door te blijven spelen. En ja, dan, dan moet ja, je wel blijven spelen. Dat is, dat een is het, het enige probleem, ding. Ja. 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 Of je moet echt op den duur weer een tientje er tegenaan slingen of iets. Ja maar ja, goed, ik, dat ik ben... is in ieder geval mm. vet. Ik, um... Heb jij ook een third person gespeeld? Nee. Heb je het geprobeerd? Nee, ook niet. Niet eens over nagedacht eigenlijk. Nee, Ja, ik ik moet zeggen, ik vind het niet uh, passen bij Call of Duty en mm. ik kon er ook niet aan wennen. Ik wist niet eens dat dat kon. Je ik heb even... uh, twee potjes geprobeerd. Maar zijn dat, kan het in dezelfde service als First Person? Uh, nee, okay. nee het is wel echt van. een, ja, een ja. third-person server. Want anders krijg je natuurlijk dat je ja, third-person... kan je omhoekjes heen kijken... waar iemand First Person niet uh, omheen kan kijken. Dus, ja, dus dat, ja. logisch dat dat bij elkaar wordt gezet... in plaats van uh, niet bij elkaar wordt gezet. Schoenmaker blijft bij je leest, denk ik. Ja, nee, het uh, ja, leek ineens alsof ze uh, inderdaad... een Tom Clancy-achtige game probeerden neer te ja, maar zetten. Ja, dat maar, is Call of Duty gewoon niet, maar, eens, weet je. Dit, uh, ik voelde ja. hem ook niet, maar ja, misschien zijn er nu een paar zielen die nu ineens volledig overgestapt zijn op. Uh, misschien de oude so beauty, boys. Ja. ja, wie weet. Maar nou, ik bedoel, kijk naar een uh, Ghost Recon Wildlands. Kijk jou aan op dit moment. Uh, dat, is vet. dat Kijk, natuurlijk, de opzet is heel anders. Maar ja, en je hebt dan wel eens wel alleen de een Battle Royale en de Third Person. Maar ja, de. Dat, daar was niks mis mee. Nee, maar dat is een heel onder tempo. Ja. En dit uh, dat nee, tempo ligt hier. Dit staat veel te snel voor. Ja. Daarom inderdaad, dat, we, dat werkt niet. En niet, uh, niet ja, Ik wil niet zeggen te RPG, uh, dat dat RPG'iger is dan dat dit is. Hmm. Maar. Zoiets leent zich de sneller voor, omdat je dan echt ziet van oké, okay, ik ben, ben, ben weet ik veel, om, uh, mijn drone aan het oplaten of, uh, of iets anders aan het doen, ja. een bepaalde skill. Ja, en dan is dat vet als dat in third person gebeurt. Ja. En la laten we daar zo over hebben, want je hebt een, uh, een aantal extra spa paar upgrades die je kan oppakken terwijl je uh, aan het spelen bent. Uh, <laughs> er is nu een drone met, uh, die een soort van C4 charge aan boord heeft, die kan je echt naartoe vliegen en die kan je dan detonaten. Uh, dat vond ik... Uh, ding, Je vindt het ding niet heel veel. Mm -hmm. Ik moet toch... zeggen, ik ben nog niet tegengekomen. Oké, okay, nee, ik ben hem wel tegengekomen. Wat je ook hebt is een soort cluster mine ding. Dus ja. dan leg je mijnen neer. Of die schieten opzij. Ja, die ja. schieten opzij. En die liggen dan overal. Dus als je daar uh, dat gebied binnen, als je echt iets wil, een bepaalde ruimte wil verdedigen, dan werkt dat heel goed. Ja. Um, wat ik ook, en dat vond ik eigenlijk de allerleukste, dat, dat is die decoy uh, figuurtje. Wat ja. Je, en dan krijg je een soort soldaatje wat die neerzet. En dat... Um, ja, ik, helaas geen beeld van. Maar dat, dat, dat vond ik vet gedaan, omdat het, het, het... Al die dingen hebben een impact op hoe, hoe de gameplay werkt. Ja, ja dat, en dat is dat ook is, leuk. Dat is gewoon fun. Ja, dan kom je tegelijkertijd wel weer bij het kutten aan... van wat je zei over de UI. van Al die granaten, die lijken in essentie op elkaar, als je ze ziet liggen. Dus je mm -hmm. pakt iets op en dan denk je van, oh ja, hier is mijn tweede tweede lethal die ik mag pakken. Want ik mag toevallig twee frags hebben, omdat ik dat... Uh, en dan, zo is lethal, oh, dan, dan is het, een dan het niet een lethal, dan is het een... Dan was het een sticky grenade of zo, in plaats van een normale frag grenade. Dus dan heb ik hem weer geswitcht, terwijl ik dat niet wilde switchen. En dan, ja, ja, dan sta je weer vijf seconden te kutten bij een of andere basis. Precies, sta weer tekstjes te is gewoon lezen. even wennen, man. En dat is net als dat die, die field upgrades. Die, die zien er nu allemaal anders uit. Mm. Dat lijkt een soort... Tabletjes die overal liggen, ja, en um, ja, weet je, ik, ik, ik ben niet echt een fan van hoe dat eruit ziet, maar ik, ik heb gewoon zoiets van ja, fuck het. Ik snap dat ik even aan moet wennen en dat komt wel, weet je? Ja. En dan uh, ja, ja, dat, dat is natuurlijk ook zo, maar weet je, die C4-drone, dat is wel even een ding, want wat was nou zo leuk aan Warzone 1? Was dat je zelf C4, C4 plakken kon maken. op een drone, precies, ja. dan gebruikte ja. je je teammeten die plakte die C4 erop en dan zat jij met die drone en dan zei oké, okay, wacht, 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 tak ja, ja. en dan ja. had je, ja, dat, dat was ook vet, maar ja. Ja. Nu, nu kun je het in je eentje. Maar goed, dat en, en wat, ook een ding: als je toch in je eentje speelt, als je solo speelt helikopters terug in de solo ja. maps. En dat, uh, dat vind ik altijd tof, omdat dat uh, ik hield van de helikopter omdat je dan snel over die hele map kon. En, dat, um... en lekker bij de eindcirkel een beetje rondjes. Uh... <laughs> ja, daarom dat soort dingen, inderdaad. Ja. Ik hoop ze vooral altijd uit de lucht te halen, want ik ben niet zo'n goede vlieger. Maar goed. Oké, okay, nou ja, goed. Ik, ik heb nog niet veel gevlogen in deze keer, maar ik hoop dat het een beetje hetzelfde is als bij Warzone. Mm -hmm. Daar was ik er wel erg goed mee. Maar uh, even een uh, vraag, want dit, ik ben hier echt heel niet educated in. Is de originele Warzone nog te spelen? Of ze nee, het... die komt wel weer terug, zeggen ze. Over twee weken gebeurt er iets. Als ik hem nu opstart, zegt hij: Over twee weken mag je weer spelen. Ja. Okay. Dus dan gaat iets gebeuren, maar in wat voor vorm die terugkomt, god knows. Ik zie nu al, wat ik zei, zoveel bots. Uh, dat ik me niet voor kan stellen. dat ze nog een hele map open gaan zetten. Omdat ik denk dat, hoe graag ik het ook zou willen hoor, dat je gewoon met deze wapens weer in Verdansk kan. Mm -hmm. Dat zou vet zijn. Maar ik denk eerlijk gezegd dat dat. Uh, dan zijn ze echt al hun spelers kwijt. Maar meer. waarom zouden ze bijvoorbeeld niet AB testen zoals bij PUBG? Je, hebt je Miramar, waar deze map me trouwens wel een beetje aan doet denken. En je hebt Erangel of Arangel of Eran weet niet hoe je het uitspreekt. Je hebt de basemap. Erangel. Ja, ja. <laughs> Erangel. Maar waarom zouden ze niet meerdere maps doen? Dat je gewoon verschillende soorten servers hebt. Twee. Omdat je gewoon je playerbase aan het verdelen bent. Ja, dat is waar. Maar ja, aan de andere kant, als mensen straks gaan kiezen tussen de originele Warzone, stel dat die weer online komt, of ze de playerbase verlaat de game omdat ze het niet goed genoeg vinden, ja, dan ben je je playerbase aan het verdelen. Uh, dat is natuurlijk... Ja, misschien, maar wat het, wat het stomme is, en dat merk je heel erg als je naar die, die Warzone community kijkt, het is gewoon nooit goed genoeg. Uh -huh. En um, dat is bijvoorbeeld waarom uh, in PUBG, die, weet je, ze hebben nooit die map aangepast. Het enige wat ze doen is dat ze van die evenementen doen op die map. Ja. En dat had Warzone ook moeten doen. En ik denk dat het een grote vergissing is om met die Pacific map te komen en af te stappen van Verdansk. Echt een grote vergissing. Um, en ik denk dat wat ze nu hebben gedaan is gewoon nog een keertje dezelfde vergissing maken. Dat, het is niet dat dit een hele slechte map is per se. Hmm. Maar je gaat altijd mensen hebben die gaan dit vergelijken met Verdansk. En die vinden het kutter ja. dan Verdansk. En Verdansk is gewoon een hele goede map. Ja. Is een hele goede map. En ook heel veel tijd ingestoken, heel goed uitgebouwd. Ja. Ik, daar, daarom denk ik ook niet dat die, dat die weggaat. Want natuurlijk altijd werk zit erin. Ja, uh -huh. Maar ja, nu heb je drie maps. Weet je, wat de fuck is? Daar heeft dat nou voor zin. Dat. Uh, um, ja, ik, de, ik denk eerlijk gezegd dat als Verdansk nu terug zou komen, dat iedereen weer Verdansk... Maar wat was bij, bij Verdansk, had je gewoon... En dat, dat zie je nu niet. Daar had je meer van, oké, okay, bepaalde gebieden lokten gewoon heel erg mid tegen mid-range uit. Uh, andere gebieden hadden weer dat, juist dat hele korte. Als je bij het vliegveld liep, dan moest je vooral uh, lange wapens uh, gebruiken. Want dan wist je gewoon van, ik ga van een afstandje gesniped worden. Nu heb ik het idee dat het meer... Ja, ik wil niet zeggen vorst is, maar dat, dat het meer één type gameplay uitlokt. Ja, de vooral... soul trifle. Uh, Zeker. En uh, dat je vooral uh, moet oppassen dat je niet alsnog van, uh, van een of andere hoge berg wordt gesneden. Ja, er ja. zit minder uh, nee, een soort minder duidelijke hiërarchie in de gebieden. Waar en je, waar je bij Verdansk heel makkelijk ja, doorhaalt van ik vertrek nu van dit gebied, ik kom in het volgende gebied. Het gaan ja. andere engagements worden, ben ik bij deze area's, omdat het allemaal zo op elkaar lijkt. Wat jij zegt. Het is woestijndorp naast woestijndorp, ja, ik Naast weet nog niet. een woestijnhoofd ja, en nog en, een woestijnhoofd. Verdans was wat dat betreft... het was eigenlijk een soort greatest hits van allemaal maps... maar die wel heel verschillend waren. Ja. Je had de airport, je had het voetbalstadion... maar het was gewoon, ik weet niet, ik vond het gewoon iconisch of zo. Weet je? Ja. Kijk, ik spawnde zelf altijd op de trein. Dat was voor ons het vaste oh, okay, We ja. op de trein. Ja. Ik, ik had een, ik, ik een beetje achterin in die map. Daar had je een, ik wil altijd een beetje spawnen in rust... Uh, wapen zoeken mm -hmm. en dan uh, de strijd te gaan Ik wil nooit in droppen in, in de chaos, want dat, uh, dat overleef je niet. Weet hey, je? Heet, dat, heet, uh, was dat Graveyard waar die vliegtuigen lagen? Ja, ja dat, bon bon dat was het toffe, Boneyard. Bon ja, bon ja, bon ja, ja. En daarnaast had je een paar huisjes, helemaal aan het eind, net voor die toren. Precies. Daar dropte ik altijd, want ja. was, daar waren niets van mensen. En uh, ik wist ja. gewoon precies hoe je snel door die huisjes moest rennen, die wapens moest... En dan, ja. dan stond ik beneden en had ik eigenlijk al uh, had ik al wapens it, uh, en ik dat heb ik nu, hem nu trouwens. Veel, wat zeg je? Ik hoor hem hogen. Oh, over Dansk. Maar yeah. stad achter wow. de duinen. Maar, maar dat It's heb it. ik hier. Wat ik hier heb, hè, als je nu krijg je dus je je looddrop komt op een gegeven moment binnen um, uh, en dan loop je hem toe en dan. Ik zou zeggen, ik heb nu een paar dagen gespeeld, maar het is helemaal niet alsof daar serieus wapens in zitten die ik moet hebben. Mm -hmm. Dus ik vind nu wapens die sterker zijn dan dat ze in mijn Loda-drop zitten. Weet ja. je, en dat, 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 dat levelen, misschien komt dat nog hoor, als ik die wapens allemaal geleveld heb, dat ik echt aan gehecht ben. Ja. Maar nu heb ik echt zoiets van, ja, whatever, man met je Loda-drop. Ik bedoel, <laughs> er zit gewoon bitter weinig in wat ik nodig heb. Ja, ik ho ik ja. hoop eigenlijk, stiekem gewoon nog steeds, dat ze die hele Loda-drop eruit slopen. Of ga het doen met de loot die je vindt, in plaats ja. van de loot die je koopt. Ja, ja het brengt wel, ja. wel weer spanning natuurlijk. Ook ja, daarom. Ja, dat dat, dat ja. het net even wat minder gebaseerd is op de laser die iedereen heeft samengesteld, maar wat meer op de, op de, de gun die je vindt, of dat je, wat je deelt met je maten. van oké, okay, ik heb nu twee goede wapens, jij hebt twee kutwapens, hier, gebruik ja. mijn, weet ik veel, uh, sniper, dan ga jij dat doen. Uh, dan focus ik me meer uh, me op Assault Rifle. Ja, maar aan de andere kant, die Loda Drop. Er zit ook een groot nadeel aan om te gebruiken. Want het is gewoon een. een, een uh, hoe ja, noem je het gewoon de flare. Uh, ja, dat. Hm. Maar en als je gewoon er naartoe gaat. dan ben je niet de enige. Dus toch, ik vond het tof dat eigenlijk zo'n Loda Drop lokt uh, gevechten uit. Ja. Hm -hmm. Want er komen altijd twee of drie mensen samen. En uh, is het de vraag: ga je als eerste of ga je als laatste? Ja. Weet je, een ja. van de twee. Maar je moet er niet tussenin zitten. En dat. Uh, <fanty> Shit. Goed, um, zijn we nog iets vergeten? Ik, uh, ik heb geen idee. Nee. Ik heb, het enige wat ik kan zeggen is dat ik, ondanks de dingen die ik erop aan te merken heb, toch wel weer het gevoel heb dat ik wil weten waar alle de fijne kneepjes van deze map in zitten. Ah, ik, ik ben nog niet klaar met het spelen. Het is zeker niet zo dat ik, dat ik zoiets heb van ja, ik, ik heb voor zo'n uh, twee, uh, oké, okay, leuke uh, laterje. Ik hoef het niet meer. Nee, ik, ik ga wel echt dit spelen. Ik ja. vind het wel goed genoeg om erin te komen zeker, en door te zetten. Ja. Dus het is gewoon even wennen, weet je. Het voelt gewoon alsof je dat je iets je krijgt iets wat je niet besteld hebt. Maar het is niet per se slecht. Nee. Het is gewoon ook niet zo goed als dat het was. Ja. En dat is gewoon, serieus, dat is. ...de erfenis van Warzone... ...dat het gewoon... ...ze zijn de afgestapt van begindagen... Mm -hmm. ...en uh, uh, geen enkele Warzone-speler... ...zal ooit nog helemaal tevreden zijn... ...op wat voor upgrade er ooit komt... Ja. ...omdat er altijd iets is geweest in het verleden... ...wat wel wat beter werkte of mm -hmm. beter was... of whatever ja. ...en ja. dat is het probleem van Warzone. En wat ik stiekem eigenlijk hoop... ...is dat zij door deze game... ...het voelt eventjes als twee stapjes terug... ...maar laat ik hopen dat ze dan straks drie naar voren kunnen nemen. Misschien ja. dat, dat het gaat komen, maar ja. ja. Door meer te integreren van Blackout, fuck it. Ja, ja, ja van, van Verdansk. Verdansk ja, moet terug. Nou goed, niet. we gaan het zien. Dit, is, uh, uh, dit was eigenlijk onze eerste grote review van uh, Warzone 2. Um, ik denk dat we nog heel veel over deze game gaan praten. We gaan erop terugkomen. We gaan het meer spelen. Ja, streamen. Meer streamen. Nee. Gaan, we weer eens, gaan we weer eens met z'n vieren tegelijk? Ja, ja dat nou. lijkt me leuk. Ja, ja. Dat werkte eigenlijk alleen goed toen we van het huis speelden. Daarom. Dat, uh, ja, ja, dat moeten we gaan doen. Ja, ja inderdaad dat ja. ja, lijkt me vet. Tof. Ja, jij nou. niet. Nee, niet. <laughs> ja, mij moet je nou niet meenemen, want ik nee. ben nog heel slecht. Maar voor mij is dat heel beneficial. Zet. Top. Nou, cool. Warzone 2. Was zo.